kunt deze bandenpompset gebruiken om een beschadigde band te repareren, mits de gaatjes niet groter zijn dan 4 mm en zich niet in de wang van de band bevinden. Parkeer, voordat u de reparatie gaat uitvoeren, uw voertuig uit de buurt van verkeer. Zet uw alarmlichten aan en vergeet niet de parkeerrem in te schakelen. De bandenpompset zit in de bagageruimte van de auto. Sluit of schroef, afhankelijk van het model, de compressorslang aan op de fles. Sluit vervolgens het verbindingstuk van de pompfles aan op het ventiel op het wiel. Sluit als laatste de voedingskabel aan op de accessoire-aansluiting. De bandenspanningsgegevens vindt u op de stijl van het bestuurdersportier. Zet de motor aan en start vervolgens de compressor om de vereiste druk te realiseren. Als na 15 minuten nog geen minimale druk van 1,8 bar is bereikt, is reparatie niet mogelijk. Neem in dit geval contact op met een dealer. Rijd nadat de reparatie is voltooid ongeveer 3 km met ongeveer 60 km per uur om het product gelijkmatig te verdelen in de band. Stop dan weer en controleer nogmaals de spanning. Let op, u kunt de bandenspanning alleen controleren wanneer de banden koud zijn. Als de spanning hoger is dan 1,3 bar, maar lager dan voorgeschreven, moet u deze aanpassen met een bandenpompset. Als de spanning lager dan 1,3 bar is, betekent dit dat reparatie niet mogelijk is. Neem in dit geval contact op met een dealer. Let op, het betreft hier een tijdelijke reparatie. U kunt hiermee maximaal 80 km per uur rijden over een afstand van hoogstens 200 km. Het is belangrijk dat u de band zo snel mogelijk door een professional laat repareren of vervangen.